Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Hans Graven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 25 hier in België. Heb je die vorige video in Hongarije gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop. En als jij die aflevering verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook krijg dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. We moeten het contract met Webber even gaan verlengen. We zullen gewoon even kijken op de driver market. Wie wij nog kunnen gaan binnenhalen voor volgend seizoen. Benieuwd of Verstappen wel meewerkt in de 2022 serie werkte hij helaas niet mee. Dat vond ik jammer. Dus hoop op een herkansing. Maar goed, we gaan dus nu gewoon even Webber weer verlengen voor de komende races. Onderhandelen dus. Bereik is benaderd en bieden gewoon weer 5 miljoen als basissalaris. En dat accepteert Webber. Goed gedaan. Goed, mooi. Super. Dan kunnen we nog even kijken wat we kunnen gaan doen aan de updates en aan de faciliteiten. Of we daar nog wat kunnen kopen. Jazeker, doen we ook. Updates helaas komen er nog niet aan. Hebben onvoldoende resources. Punten. Dus nu is het op na de kwalificatie en kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Ziet u daar helaas wat door. Dat betekent dus een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Ga dus kijken of deze ronde goed genoeg is. Zo niet, dan moeten we er een tweede keer naar buiten. Rustig op het gas gegaan richting Eau Rouge en Radion. Krijgen er wel een waarschuwing voor vanwege de track limits. Net iets te veel aan de binnenkant gezeten. Einde van mijn eerste run in Q1. En misschien ook wel onze laatste run in Q1. Met persoonlijke verbeteringen in sector 1 en 2. Daar ietsjes te veel doorgeschoten bij die laatste bocht. En weer DRS geopend. En dat is de snelste tijd. Jazeker. Goed gedaan. Uitslag van Q1. Wij dus naar een zesde tijd. Leclerc het snelste in zijn Ferrari. Op naar Q2. Is wat bewolkter geworden op het circuit. En kijken of wij ook door kunnen komen naar het derde en laatste kwalificatiedeel. Daar helaas wat gras aangeraakt. Dus weer te ver doorgeschoten. DRS dus weer geopend. En dan gaan we weer richting Eau Rouge en Radion. Einde van mijn eerste en hopelijk ook laatste run in Q2. Weer te wijd. Helaas verpesten wij ook de laatste bocht. Klein beetje. Maar het is een tweede tijd alsnog. Jazeker. Op 14.000ste van Piastri. En we zijn ook mooi door naar het Q3. Goed gedaan. En kijken wat dat dan gaat worden. Houden we het ook weer maar bij 1 run met ongeveer een minuut op de klok. Daar helaas een moment overstuur op de exit. Heeft onze ronde aan het begin wat verpest. Tijd wat laten liggen helaas. Dus we moeten alles goed zien te maken bij de rest van deze ronde. Vlag hangt uit in Q3. Nog steeds op een tiende positie met geen tijd. En kijken wat we zo meteen kunnen gaan doen.
Waar staan wij terecht voor de sprint? Want dan gaat het om de kwalificatie voor de sprintrace is dit. En dat is... een 9e positie. Toch goed gedaan. Mogen tevreden zijn, pakken Alexander Albon in zijn Williams. Maar Sainz op pole position. En Russell daar gewoon 3/10 achter. Dus die Ferraris zijn bloedsnel. Ja, Sainz dan. Leclerc wat minder. Maar goed, dat geeft allemaal niks. Nu is het tijd voor de sprint. En kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. So it is all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? Running through the driver grid order for today's exciting sprint. It's Carlos Sainz in pole position. And starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Verstappen, Perez, Hamilton, Oscar Piastri, Norris, the Professor, Albon, Magnussen, Gasly, Stroll, Ocon, Bottas, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, Richard Vershaw, Webber, Sargeant, and Nyck de Vries. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid en kijken wat we kunnen gaan doen. Ja, vanaf die 9e positie. Geen regen voorspeld. Zeg maar 5 rondes lang sprint. Dus het is een korte wedstrijd. Maar goed, in deze korte wedstrijd kan er van alles gaan gebeuren. En deze uitslag bepaalt de startgrid voor de hoofdrace. Dus mochten we goed wegkomen, dan hebben we een aantal gratis posities. Die we kunnen meenemen voor de hoofdrace. Misschien wel een podium, wie weet. Gaan we gewoon even kijken wat het dus gaat worden. Op de zachte band gaan we dus beginnen. En daar eindigen we dan dus ook op. Geen medium, want ik wil niet dat wij tractie verliezen bij de start. Er zijn een aantal mensen op mediums. Onder andere Lando Norris rijdt op de mediumband. Volgens mij rijdt Charles Leclerc en Carlos Sainz ook op de mediums, maar weet ik niet zeker. Ja, zullen we zeker doen. En dan gaan we gewoon kijken wat het dus gaat worden voor deze sprint. En dan komen we dus bij onze startpositie aan op de grid. Jazeker, 0,4 meter er vanaf. Goed gedaan. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in België. 5 ronden lang gaan we kijken wat we kunnen gaan doen vanaf een P9. En de lampen zijn... uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Beter dan Piastri ook nog eens al gezien. Daar aan de binnenkant kijken en heel veel mensen raken daar op een kluitje. Daar profiteren wij gelijk van. Het is een 3e positie voor ons. Goed gedaan. Nu is het Verstappen en de rest niet af te stoppen. Want die Ferraris zijn gewoon te snel voor ons, denk ik. Maar Verstappen is ook snel. Duikt in de slipstream en is er voorbij. Misschien aan die binnenkant. Jazeker. Maar wij kunnen als laatste remmen. Jazeker, goed gedaan. En het is nog steeds een 3e positie. Aanbeland in ronde nummer 3. Als de DRS beschikbaar is gesteld door Race Director. En heel veel mensen verbeteren de snelste raceronde. Onder andere George Russell heeft hem nu in handen. Afgepakt van Verstappen en Perez.
Sorry, Verstappen rijdt helemaal achteraan. Afgepakt van Leclerc. En Perez, als ik het goed zeg, weet ik niet zeker. Ik weet ook niet wat er met Max Verstappen is gebeurd. Die rijdt dus helemaal achteraan. Er is iets aan de hand. Misschien een voorvleugel. Schade opgelopen ergens. Weet ik niet zeker. Maar 0 punten voor de landgenoot. En dat betekent dat de achterstand met Sainz groter aan het worden is. Verstappen had de leiding volgens mij in handen in Hongarije. Maar hij is hem nu dus weer kwijt. Nog steeds een P3 op dit moment. Perez rijdt er 19e achter. Ronde nummer 4 als diezelfde Perez weer naar ons is toegereden. Gat is nu minder dan een 2/10. Kijkt er aan de buitenkant, maar dat lukt wel. Het lukt hem wel, jazeker. Maar wij laten hem hier mooi wijd rollen. Uit laten lopen en het is nog steeds een derde positie. Goed gedaan, zitten we in de laatste ronde van de race. En Carlos Sainz gaat hier zometeen van pole position vertrekken in de hoofdrace. Wij mogen uitermate tevreden zijn met een derde positie. Goed gedaan. Perez nog even zien af te stoppen en hebben nog maar weinig ERS meer over. Maar ik denk niet dat hij dat redt. Komt dus tekort. Wat kan Perez hier nog? Wat kan Russell nog? Probeert het wel aan de buitenkant. Maar lukt daar net niet. Dat betekent dat Russell nu naar... Sorry, kan profiteren. Perez probeert het daar nog aan die buitenkant. Lukt niet en wordt wijdgeduwd. En dat betekent dat Sainz vanaf pole position mag vertrekken voor de sprint. Voor de hoofdrace. Leclerc naar P2. Wij dus op P3 in de sprint. Goed gedaan. Prima resultaat. 6 punten erbij gepakt. En wij krijgen ook driver of the day van de fans. Een goed resultaat. Minder goed voor Max Verstappen die 0 punten pakt in de sprint. Hopen dat het voor hem beter gaat in de hoofdrace. Uitslag van de sprint. Sainz winnaar. Leclerc 2. Wij dus op P3. Goed gedaan. En dus op naar de hoofdrace. En kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. It's the Belgian Grand Prix, the site of the Made of Jordan team in 1998. The venue that Michael Schumacher made his debut in Formula One. There is so much history here amongst the beautiful nature. We are about to go racing through the Ardennes Forest, 4.3 miles of long straights, fast corners and huge elevation changes. Turn one at La Source moves straight into Eau Rouge, eventually climbing into Radion. They are corner names to get the heart pumping. It's old school and we adore it. It's time to take a look at our starting grid for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have the Professor, Russell, Perez, Oscar Piastri, Hamilton, Norris, Albon, Gasly, Magnussen, Tsunoda, Bottas, Ocon, Hülkenberg, Stroll, Sargeant, Richard Vasseur, Webber, and Max Verstappen completes the grid. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. Anthony Davidson joins me again for the race today. Why don't we kick off by discussing Max Verstappen? And we welcome to the commentary box Anthony Davidson. There's a new gearbox in that car, and they suffered a grid penalty as a result. You must have been in this spot before. Well, at the end of the day, it's always better to take some pain now than parking it up halfway through the Grand Prix. Let's just hope they can put that new gearbox to good use and get the results they're looking for. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de hoofdrace. Kijken wat we kunnen gaan doen. Strategie is hard medium, maar dat gaan we even wijzigen naar soft medium. Ik wil namelijk bij de start gelijk toeslaan voor de leiding. Want we starten dus op een P3 aan de binnenkant nog wel.
Dus mochten die Ferraris het elkaar moeilijk maken, dan kunnen wij gelijk toeslaan en de leiding overnemen van ze. Neem er dus extra brandstof mee. We gaan nog even kijken wat we kunnen doen met de pit lane. Met de pitstop, de pit window. Wanneer we dus naar binnen gaan. Dat is dus gedaan. Op naar de formatieronde. En die beide Ferraris starten op de medium band. Interessant. Russell op zacht, Perez op hard. Geen idee wat er met mijn capture card aan de hand is, maar sommige delen vallen weg. Geen idee. Het is wat het is. En dan komen we aan bij het einde van de ronde. Ik weet niet of de audio aan is. En dan komen we aan positie. Startpositie. Het wachten tot de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Je moet de audio even negeren, want helaas is daar iets misgegaan met opname. Maar goed, dan gaan we gewoon beginnen voor de wedstrijd hier in België. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg. Beide Ferraris al in de eerste bocht. En wij staan hier gelijk toe. Jazeker, de leiding veroverd van Sainz en Leclerc. Leclerc helemaal weggevallen. Sainz. Op P2. Op die mediumband. En wij willen nu al proberen weg te rijden van hem. Gaan al gelijk van lijn veranderen. En hij kan er niet langs. Prima eerste ronde in België. Nog 14 rondes te gaan in de race. Hamilton en Perez op die harde band gaan dus langer door dan de rest. Sainz kan ook langer door. En wij moeten dus als eerste van dat groepje samen met Russell naar binnen. Ronde nummer 2 als wij ook groen in sector 2 noteren. Paars in sector 1. Maar daar zit Russell dan te kijken. Voor een aanval is hij langs aan de buitenkant. Bij Blanchimon, maar dat lukt niet. Wij hebben de topsnelheid en duwen Russell daar een beetje wijd. Dat betekent dat Sainz weer naar hem kan toerijden en weer kan aanvallen. En dit is zometeen in de derde ronde van de race. En wij noteren de snelste raceronde, maar Sainz is sneller. En DRS is ingesteld door Race Director. Mag worden gebruikt als je tenminste 1 seconde achter je tegenligger, dat is het nou, achter je voorganger rijdt. Dankjewel. Verstappen uitgevallen, Max Verstappen uitgevallen in de race. Was al niet goed bezig in de sprint en pakt dus in beide races 0 punten. Dit is dramatisch voor zijn titelhoopjes. Herhaling van Verstappen, die hier uitviel. Hier. Helaas, eerste bocht, 0 punten voor hem. In ronde nummer 4 van de race, als er een nieuwe strategie is ingesteld. Door in ronde nummer 6 naar binnen te duiken. En daar hebben wij last van de zachte band. We gaan daar een beetje op het gras. Duwen Sainz daar compleet wijd. En nog steeds aan de leiding in de vierde ronde van de race. Wat kan George Russell hier? Weer aan de buitenkant. Lukt daar niet. Gaan daar gewoon verdedigen. Prima race tot nu toe van ons. We zitten weer in ronde nummer 5 als Sainz weer naar P2 is gegaan. De pitwindow is open. Nog 10 rondes te gaan in de race.
Sainz en Russell nog steeds gevecht voor P2. Wij kunnen nu wegrijden van de twee heren. Het is ronde nummer 6 van de wedstrijd. Als Hamilton dit keer naar P2 is gegaan. En duiken naar binnen voor de mediumband. En Russell duikt met ons mee. George Russell gaat die harde band dumpen. En gaat naar een compound zachter. Wij gaan dus naar een compound harder. Hopen dat de pitstop goed is. 2,3, een prima pitstop en komen mooi voor Russell weer de baan op. Goed gedaan, P18 is dus nu van ons. En dan zitten we in de 7e ronde van de race. Einde ronde nummer 7, begin ronde nummer 8. Als heel veel mensen ook naar binnen duiken voor hun laatste pitstop. Onder andere Mark Webber is dus naar binnen gedoken. Voor ons rijdt Nyck de Vries. En wij zijn dus nu naar een 8e positie. Geen regen verwacht, dat is goed om te zien. Volgens mij rijdt Oscar Piastri aan de leiding. En kunnen naar Nyck toe rijden. Geel in sector 2, omdat er iemand is uitgevallen, denk ik. Safety car op de baan. Iemand was daar uitgevallen. Ik denk dat het Hamilton was. Weet ik niet zeker. Zeg ik niet goed. Ik weet niet wie het is. Helaas. Moeten we zo meteen even kijken bij de uitslag van de race. Lewis Hamilton rijdt nog. En dan rijden we weer aan de leiding van de grote prijs. In ronde nummer 9. Nadat iedereen daarna naar binnen is gedoken. Mogen dus na de safety car het tempo gaan bepalen. Tot aan de herstart. Kijken wat Lewis Hamilton en Carlos Sainz, die teruggekomen is tot een derde positie, reed nog aan de leiding. Maar verliest maar twee plekken. Russell, helaas P4 voor hem. Albon sterk P5. Doet hij goed. We kunnen hier veel brandstof en ERS mee gaan besparen door de safety car. En in ronde nummer 10 duikt de safety car weer naar binnen. En dan gaan we de herstart weer meemaken. Wij dus op P1, Hamilton vlak daarachter ook op de mediumband. Op P2. Sainz op de harde band gaat denk ik ver terugvallen. Omdat hij een compound harder heeft gepakt. Wanneer gaan wij op het gas? Dat is de vraag. Kunnen wij Hamilton gaan lastigvallen met de herstart? Gaan we weer los in België. En jazeker, dat gat naar Hamilton is inmiddels 19e. Pakken gewoon 15e op dat rechterstuk dankzij die herstart. Goed gedaan. En rijden helemaal weg van hem. Gat is nu al 1,1 seconde. Wordt alsmaar groter naarmate de rondes vorderen. Of volgen, hoe je het ook zegt. Sainz op P3 heeft een achterstand van 2,1 naar ons. En wij noteren paars in sector 1. Goed gedaan. Dit is ronde nummer 15. Sorry, 14 van de race. Excuses, ronde nummer 14 van de race. Van 15. Hamilton is naar ons toe gereden. Op die mediumband. En zit te kijken naar de binnenkant. Jazeker, probeert het daar bij Blanchimont. Dit keer aan de binnenkant. Lukt niet.
Wij houden gewoon het gaspedaal ingedrukt. We gaan wel een beetje bij de laatste bocht. De laatste ronde loopt zometeen voor de grote prijs van België. Met onszelf aan de leiding. Hamilton op P2, Russell op P3. Top 3 zit binnen een seconde van elkaar. En als het zo eindigt, dan pakken wij onze tweede overwinning in My Team Career Mode. Na de grote prijs van Brazilië vorig seizoen. Gaan wij nu hoop ik ook de grote prijs van België winnen in seizoen 2. Dus tot nu toe alle seizoenen waarin wij hebben deelgenomen ook races gewonnen. Wat kan Lewis Hamilton? Wij gooien de overtakeknop aan en hebben die extra power vanwege het mindere aerodynamische. Dat is een setup die je kan aanpassen. Dat hebben we gewoon even gedaan. Daardoor pakken wij de topsnelheid. Maar missen we wat flow tussen de bochten. Dus in Monza moeten wij dus dit weer gaan pakken. Maar nu eerst deze aantal bochten nog zien te overleven met Lewis Hamilton achter ons. Russell kan misschien nog aandringen bij de Brit. Wij proberen weg te rijden van diezelfde Lewis Hamilton. Albon knap op P4, vertrok van P10. Norris 5. Teleurstellend, denk ik. Vertrok van pole position volgens mij. Wij dus van P9 naar P1. Doen we goed. Als we dit nog even kunnen volhouden. Overtakeknop aangezet. Hamilton kan wel dichter naar ons toe rijden, maar niet aanvallen. Wat kan George Russell nog? Als we zometeen de laatste paar bochten ingaan voor de grote prijs van België. En wij gaan hier de race winnen in België. Goed gedaan. Uitstekende wedstrijd. En is het op naar de volgende race. En kijken wat we daar dan kunnen gaan doen. Maar eerst deze tweede overwinning vieren met het team. Want dit hebben we heel goed gedaan. En met dat we wrap up another incredible Grand Prix weekend. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. I'm thoroughly exhausted after the excitement of the race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Nou, hier ben ik dus de uitslag van de wedstrijd. Wij hebben dus ook de hoofdrace goed gedaan. Sprint gepakt, hoofdrace. Helaas geen snelste raceronde. Dat is jammer. Russell op P2. Wij krijgen het drive op D. Norris op P3. Van het resultaat. En ja, wij dus 5 in het coureursklassement. Hamilton 2, Russell dus 3. Albon 4, Norris 5. Helaas voor Verstappen. Geen punten in de sprint en in de hoofdrace. Dus hij verliest flink terrein. Dan zak ik naar P6, wij dus P8 in het coureursklassement. Dus dat is goed om te zien. Team Acclaim is ook weer hetzelfde gebleven. Wij zijn level 16. We hebben level 13 en het team is dus level 19. Van alle sponsoren dus de doelen behaald. $498,93,000 erbij. Helaas hebben we Webber en ik schade gereden. $91,000 daarvan ook erbij. In totaal op de bank $1,93 miljoen. Moet nog even doorsparen voor de faciliteiten. Maar goed, dat geeft helemaal niks. En krijgen aan het einde van het jaar ook altijd een bonus vanwege de sponsorgeld en het klassement waar we dan staan. Dus dat is goed om te zien.
Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gefeliciteerd met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.